gezeik is dit? Wat voor challenge is dit? Ben ik klaar mee? Drie stoere chicks gaan de strijd met elkaar aan in 8 extreme challenges. Waar ligt hun grens? De hooligirl die de meeste uitdagingen verliest, krijgt een tattoo. Jij bepaalt wat deze tattoo wordt. Dag hooligirls. Hi. Hi. Jullie challenge luidt als volgt. Jullie zitten zometeen op een slee en jullie krijgen een tour door het weiland op een tractor. Belangrijk is om stevig vast te houden aan het touw. En jullie gaan over de shit, scheid, stront, koeistring, noem het maar op. Degene die het langst erop blijft zitten, die wint. Het is heel zwaar, denk ik. Het lijkt heel suf, maar het is echt zwaar. Godverdomme! Ze heeft het echt heel slecht gedaan, Marie. Ik moet haar nu inmaken. Oh, ze vloog gewoon, hè? Los. Oei. Als razen die bocht gaan maken, dan is het kut, hè? Op de terugweg is het wat gladder door al die stront. En ze is gevallen. Ik ga gewoon mijn balans vinden en grip op mijn voeten en dan zie je het wel. Meer zeg maar, als je eenmaal hebt, dan voel je het wel, maar er komt in één keer weer een hobbel. Ja, dat kan je niet op anticiperen. En die schoenen worden steeds gladder, dus je hebt geen grip meer. En het belangrijkste is dat je je voeten erop houdt. Dames, de score was 54 seconden, 53 seconden en 52 seconden. Maar er kan maar één winnaar zijn en dat is Jane. Echt fucking klaar mee. Ja, we waren toch aan het timen. Zij zat al over een minuut. Hoe kan het dat het 54 seconden is? Ik heb sowieso al verloren, dus... Ik ben wel boos, ja. Omdat ik echt dacht dat we het wel langer hadden volgehouden. We hadden mee zitten timen en daar gingen we over de minuut. En nu hoor ik dat we onder de minuut zitten en het scheelt echt minder dan een seconde. En nu moet ik weer een straf doen. Ja, had ze maar beter de game moeten spelen. Als ik persoonlijk mocht kiezen, dan had ik gewoon een vette motor op mijn arm of zo gezet. Gewoon vet groot. En dan hooligans erboven. De straf luidt als volgt. Hier achter mij een hoop stront. En het is tijd voor een kussengevecht. De eerste die omvalt, die heeft verloren. Dames, zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Is dit? Ben ik klaar mee? Ik kan niks meer zien, ik kreeg fucking stront in mijn oog. Als ik niet was gekapt, was Richelle ook binnen 2 minuten geklapt. Prima, dan heb ik een kruisje achter mijn naam. Meiden, het was een heftig kussengevecht. Je krijgt je ogen niet meer open. Je gaat stoppen. En jij hebt dan deze gewonnen. Verloren. Ik heb mijn wimper verloren, ik heb mijn oog verloren en ik heb deze challenge verloren. Ik heb gewonnen, uiteraard. En vonden jullie dit nou een leuke video? Abonneer op het Spy kanaal. En dan zien we je volgende keer terug. Dag!